Welkom bij de Zwoele Stad, dit jaar vanaf het marineterrein. Echt zwoel kunnen we het helaas niet noemen, maar dat mag de pret niet drukken. Vanavond aan tafel bij mij twee hele bijzondere gasten. Twee schrijvers, twee makers die beide dit jaar een heel enerverend jaar hebben gehad. Ik heb het over niemand minder dan chefkok Noni Kooijman en actrice en theatermaker Dylan Jordakoel. Ja, Dylan en Noni, leuk dat jullie er zijn. Echt zwoel kunnen we het helaas niet noemen vandaag, hè? We zitten lekker droog. We zitten dat droog. Is fijn. Ja, dat is waar. Dat is fijn. Bij Zwoelen bekijken we een jaar altijd van zomer tot zomer. Dat betekent dat jullie dan allebei een boek hebben uitgebracht. En daarmee dus ook een ticket hebben verworven naar het boekenbal. Ja, Dylan, dat klopt. Jij was daar voor het eerst, of niet? Ja, dat klopt. Hoe was het? Geweldig. Ja? Ja, ik haat dat soort feestjes. Ik ben ook bijna nog nooit naar premières gegaan. Waarom haat je TV dat? Ja, gewoon dat hele zien en gezien worden. Maar vooral doen alsof je elkaar niet kent. En dan aan het eind van de avond wel heel erg lollig doen. Dat vind ik altijd heel vermoeiend. Maar ik vond het heel leuk. Het was een heel, heel sympathiek feestje. Iedereen was heel open en aardig. Het schijnt normaal te zijn bij het boekenbal. Dus ja, dat heb ik nu. Kreeg je een beetje flashbacks naar GTST-tijden? Veel drama? Nee, het viel wel mee. Er waren wel wat mensen aan het zoenen en zo. Maar dat was laat. Het waren de laatste uurtjes. Noni, ben jij daar ooit geweest? Ja, dit jaar mocht ik niet. Ik weet niet waarom, maar vorig jaar was ik er wel. Een kookboek is misschien toch niet echt een boek, hè? Nou ja, op zich wel. Geen literatuur. Maar goed, ja, het is een boek. Het is met letters en met papier. Hoe vond je het toen? Het voelde een beetje alsof ik een kind was op een feestje van vrienden of ouders van vrienden of zo, weet je wel. Dat is zo'n soort plek je waar je dan... gedragen. Nou ja, dat je er een beetje tussendoor kan glippen en er niet echt hoort, maar er wel heel veel soort lol kan beleven. Zo voelde het. Nou, best wel leuk. Dat klinkt goed. Dylan, jij noemde dit jaar een oogstjaar. Een jaar met een nieuw boek. Een solo voorstelling die in première gaat. En een nieuwe film. Hoe heb je je voorbereid op de oogst? Nou, er was best wel een paar jaar van stilte tussen. Van heel veel nadenken, schrijven, ontdekken. Dus ja, het was een... mijn opa is ook overleden in de jaren daarvoor. Dat is nu 3 jaar geleden. 3 zomers terug. Dus dat was best wel een jaar van naar binnen keren en alles een soort van omzetten in kunst. Heeft dat veel impact gemaakt, het overlijden van je opa? Uiteindelijk wel, omdat het wel een grote lijn is in het werk wat ik nu ook heb gezaaid. Dus in het boek en in de voorstelling inderdaad Alter en in het boek Maskerziel is dat wel een belangrijk punt. Omdat ik vanaf dat punt echt kon terugkijken en er echt verhalen loskwamen in de familie die ik ook echt wel nodig had voor het boek en voor mijn voorstelling. Ja. Je benoemde al je boek, Maskerziel. Ik heb hem gelezen. Het is eerlijk en ook rauw soms. Hoe heb je het ervaren om het te schrijven? Hetzelfde. Ook heel erg op zoek gaan naar die eerlijkheid. Maar ook daarin kijken naar een vorm. Want het is wel gewoon een boek. Het is geen dagboek. En ook heel erg mijn eigen stijl daarin proberen vast te houden. Omdat ik eerlijkheid en directheid heel belangrijk vind. En ik vond het... Ik vond het vooral heel leuk om het boek te schrijven. Het gaf mij echt heel veel inzichten, ook in andere familieleden, in het leven. En ik vond het bijna jammer toen het klaar was. Ja? Zo september vorig jaar, ja. Ja, het was echt zo ineens, oh, dit was de laatste versie. Ik vond dat echt jammer. Was het toen ook goed zo? Ja, het was toen wel goed, want toen moest ik inderdaad ook aan de film beginnen. En ik moest ook echt wel dat afmaken. Maar het was wel goed. Ik was er ook wel klaar mee. Ja. En het schrijven zelf, was dat soms pijnlijk? Om jezelf eens te komen? Dat vragen mensen inderdaad altijd. Van is het dan zo moeilijk? En is het dan niet ook therapeutisch? Ja, dat is het in zekere zin natuurlijk altijd. Maar ik geloof niet dat je een boek kan schrijven en een voorstelling kan maken als je niet al door bepaalde dingen heen bent gaan. Want dan wordt het een beetje viezig. Dan wordt het een beetje, ja, ga maar eerst even naar therapie en kom dan maar terug. En dat... Die fase had ik wel al doorlopen. Dus dat is wel belangrijk. Want de mensen thuis weten misschien niet waar Maskerziel over gaat. Nee. Waar gaat het boek over?
Maskerziel is een autobiografische roman, geïnspireerd op mijn eigen leven, waarin eigenlijk de hoofdpersoon, we volgen de hoofdpersoon van jongs af aan, die opgroeit in twee culturen, Turks en de Nederlandse, en daardoor ook moet denken op twee manieren, voelen op twee manieren, zowel thuis is er een cultuur en buiten. En daarin zoekt ze heel erg haar eigen weg, haar eigen manier van haar passie volgen. Wat wil ze nou echt in het leven, maar hoe past dat niet binnen de kudde, zo noem ik het ook, de kudde. De familie is de kudde. En hoe ga je ook op jezelf staan in het leven? Hoe eng is dat om je los te rukken, om jezelf uit te vinden? Dat is eigenlijk de hele zoektocht. En ik vond mijn eigen leven heel passend, omdat ik heb gewoon letterlijk heel veel maskers gedragen. Ik ben inderdaad, GTSD noemde je al. Ik heb 7 jaar lang daar gespeeld. Ik ben actrice geworden. Dus dat is ook letterlijk maskers opdoen. Maar ook het hebben van een depressie. En dat zie je niet aan de buitenkant. Dat is ook een vorm van masker op en weer jezelf laten zien. Of masker op en weer door. Dus ik vond mijn eigen leven heel erg vormend. Of heel erg goed voor het boek. Was het idee ook een autografisch, autografisch boek? Nee, het was eigenlijk zo. De uitgever die kende ik al. En zij wilde graag met mij werken. En toen wist ik nog niet zeker of het echt een heel persoonlijk verhaal zou worden. Maar al mijn werk was op dat moment ook al persoonlijk. Dus ik wist wel dat het dichtbij moest zijn. En dat het iets moest zijn over die derde generatie migrantenkinderen. Waar ik mij ook onder vind zitten. Dus waarin je eigenlijk vaak met meer afstand naar de familie kan kijken. En naar wat er aan je vooraf gegaan is. De eerste generatie overleeft. De tweede generatie zit er nog vaak middenin. Doet maar wat, zeg ik altijd. En de derde die kan echt met een soort afstand ernaar kijken. En ik voel het heel erg als mijn plicht om dat gegeven vorm te geven. Zowel in het boek als in mijn voorstellingen. Is het gelukt? Ja, ik vind wel dat het is gelukt. Het is wel een eigen stem. Het is geen hoogliterair werk. Dat komt nog, nee. Maar het is wel, ik vind het een heel belangrijk boek in het landschap van romans die dit soort verhalen vertellen. Ik vind dat wel heel belangrijk. Een vrouwelijke stem die en eerlijk is en zichzelf niet spaart en de familie niet spaart. Mag ik een stukje lezen? Ja, ik ben heel benieuwd. Welk stuk? Ik ben ook benieuwd. Ik mocht het niet horen. Ken je het boek? Nee. Kan je misschien lenen straks? Het klinkt wel als iets wat ik wil lezen, ja. Bladzijde 78. Voor het eerst, dit gaat is een scène waarbij jij in een Duitse les zit en een film bekijkt, waarin je iets herkent. Voor het eerst zie ik een Turks verhaal. Een verhaal waarin ik dingen herken. De taal, de woorden, de gerechten die ze eten. Het familieverband over hoe alles binnenshuis blijft. Hoe de schaamte over een dochter die een zelfmoordpoging doet de familie kapot maakt. Zonder na te denken waarom zo'n meisje die keuze maakt. Ik zie iemand die in twee werelden leeft. Maar vooral iemand die moet kiezen in welke wereld ze wil leven. Vrij zijn betekent hier ook iets inleveren. Was dit voor jou een soort doorbrekend moment? Of een keerpunt misschien? Ja, het gaat over de film Gegen die Wand. Mm-hmm. Keken we tijdens Duitse les. Ja, dat was wel een keerpunt dat ik dacht, vooral dat ik iemand zag waar ik mezelf in herkende natuurlijk. En dat ik dacht, oh, ik wil ook zo'n actrice worden. En ik heb ook dat in me. Ik heb ook dat lef om ook zo, want zij gaat best wel ver in die film, om zo ver te gaan. En ik wil ook op deze manier films maken. Er is eigenlijk nog geen, dat is mijn droom, om een nieuwe Gegen die Wand te maken. Maar er is eigenlijk nog geen film die dat heeft geëvenaard, waarin zo goed dat leven in een dubbele cultuur vormgegeven wordt. Want hoe heb je zei het net ook al een beetje, maar hoe heb je dat ervaren, die twee verschillende culturen en het leven tussen twee verschillende culturen? Nou, niet zozeer heel zwaar en ik ben zielig, want dat vind ik altijd heel lastig. Maar ik heb het wel, het heeft me wel gevormd. Het vormt je als je te maken hebt met dubbele standaarden, dubbele normen en waarden. Dus ik moest heel erg zoeken naar wat is vrijheid, weet je. Voor mij is vrijheid ook de ontdekking van de liefde of de ontdekking van je passie. En niks was vanzelfsprekend. Dus actrice worden was niet vanzelfsprekend. Jongens uitnodigen was niet vanzelfsprekend. Er zitten toch best wel onzichtbare regels in zo'n cultuur waar ik me ook aan diende te houden ergens. Of uit huis gaan. Ik ben de eerste vrouw in een familie die het huis uit is gegaan, gewoon zonder te trouwen. Hoe werd daarop gereageerd? Mijn opa zei altijd, daarom ben je depressief geworden. Dat vond ik best wel grappig, want dat klopt ergens ook wel. Want je rukt je letterlijk los, dus dan ben je echt, val je echt op jezelf. Kom je op jezelf aan.
En mijn vader vond het in het begin heel ondankbaar. Want die dacht, ja, je woont toch in Amsterdam? Waarom zou je moeilijk doen als het ook makkelijk kan? En mijn moeder vond het vooral heel lastig. Maar ze hebben het wel gewoon geaccepteerd. En dat was ook niet zo'n diepe strijd, maar wel, het was niet vanzelfsprekend. Hebben ze het boek gelezen? Ja. Hoe reageerden ze? Heel verschillend. Mijn moeder is al langer wel ook wel het mikpunt geweest in mijn werk. Maar inmiddels snapt ze ook wel heel goed van, oh ja, ze is wel veranderd daardoor ook, onder andere. Zij vindt het heel belangrijk dat ik, of heel mooi dat ik dit soort fases denk, ja, waarom, zo bijzonder is ons verhaal niet. Maar het feit dat je het zo precies en zo eerlijk opschrijft, maakt dat andere mensen zich erin herkennen. Dus van het hele uber, hyperpersoonlijke, van micro naar macro. Dus dat vindt ze heel mooi. En mijn vader vindt het lastig. Die heeft zoiets van, ja, ga maar gewoon Shakespeare spelen en Hamlet en dat soort dingen. En leuk high class, ja. En ben je daar oké mee dat hij het lastig vindt? Ja, inmiddels wel. Ik heb heel lang natuurlijk die erkenning, zoals ieder mens, wel gewild. Maar op een gegeven moment laat je dat ook los. Je kaartte net zelf al je depressie aan. Hoe gaat het nu met je? Heel slecht. Nee. Ik schrok al, maar... Nee, het gaat goed. Ja, en depressie is niet iets wat van de een op de andere dag weg is. Of waar ik tik anders dan de meeste mensen. Ik heb gewoon, ja, sneller de neiging om het glas half leeg te zien. Waar komt dat dan vandaan? Ja, door. Ik denk toch, dat is ook wel het belangrijkste gegeven, waardoor het niet alleen maar een migrantenverhaal is. Het is toch. Oh, het is ook gewoon een normaal terras, hè? Ja. Het is bovenal een verhaal over familiedynamieken. En die kent iedereen. En ik denk als je opgroeit onder bepaalde spanningen en onder bepaalde gebreken ook, dus een emotioneel afwezige moeder in mijn geval en een vader die vaak weg is, dan kan het zo zijn, door een samenloop van omstandigheden, dat je dat je toch in zo'n depressie belandt. En ik ben al 12 jaar in therapie, ik raad dat iedereen aan. En die ontwikkeling en ook weten waar het vandaan komt, dat geeft heel veel rust. Fijn. Noni, jij zei net, het klinkt als een boek dat ik graag zou willen lezen. Ja, ik ben altijd heel erg geïnteresseerd in verhalen over mensen die ergens naartoe zijn gegaan en hoe dat zich dan ontwikkelt, dus in generaties daarna of dichter erop. En ik doe dat zelf dan aan de hand van eten, maar ik vind dat gegeven vind ik gewoon heel interessant. Dat zien we ook terug in Paramaribo Papers, ja. Het programma wat je hebt gemaakt. Wat voor programma was dat? Als ik het snel omschrijf, zeg ik altijd dat het een eet- en kookprogramma is. Waarin ik dus kook en klets met oudere mensen in Suriname. Dat is eigenlijk wat ik doe. Ook inderdaad de kleine verhalen van die mensen, persoonlijke verhalen, verhalen van hun voorouders, maar ook hun eigen leven, vertellen een groter beeld van de Surinaamse maatschappij. Dus dat heb ik geprobeerd te laten zien in het programma. Hoe ben je in aanraking gekomen met die passie voor eten? Ja, dat weet ik niet zo goed. Ik kan niet zeggen dat mijn ouders thuis fantastisch kookten. Wel prima, nee, gewoon prima. Maar het was niet, zeg maar, eten was bij ons thuis niet zo'n belangrijk onderdeel van het leven wat het bijvoorbeeld nu bij mij thuis is. Maar toch moet er een punt gekomen zijn waarbij je denkt, nou, hier ga ik iets mee doen. Ja, misschien. Was het dan talent? Nou, ik weet het niet. Ik was vroeger wel een soort van, ik vond het heel leuk om te koken. Ik vond het heel leuk om te eten. Ik vond het heel leuk om bij mijn familie te eten, want mijn oma en mijn tante en zo, die konden wel allemaal heel goed koken. Ik heb nog steeds een beste vriendin en haar vader is chefkok. En ik vond het ook altijd heel leuk om bij hun te gaan eten, omdat hij dan allemaal dingen op tafel zette die ik niet kende en die dan heel speciaal waren. Schreef je die dan op? Nee, ik had ook toen nog niet bedacht dat mijn werk zou worden. Ik vond het wel leuk en interessant. Maar dat kwam echt pas later. En welk verhaal is je dan het meest bijgebleven, bijvoorbeeld met Paramaribo Papers? Dat was in de aflevering dat ik naar een dorpje ging buiten de stad, naar Klaaskreek. Dat is een paar uurtjes rijden van Paramaribo naar Klaaskreek. En dat is een dorp waar mensen wonen wiens voorouders de plantage zijn ontvlucht. Dus dat zijn Marons. En die mensen die zijn dus naar jungle gegaan, die hebben daar een nieuw leven opgebouwd en die wonen daar al generaties lang. En in de jaren 60 is er een stuwdam gebouwd door de regering en door de Suralco. De Suralco is een fabriek die bauxiet delft, een Amerikaanse fabriek.
Amerikaans bedrijf. En om elektriciteit voor dat bedrijf te winnen, moest er een stuwdam gebouwd worden. En is er een heel groot stuk land onder water gelopen. Dus al die mensen die daar wonen, die werden verplaatst. Dus ik was op visite bij het dorpshoofd van dat nieuwe dorp. Dat was dus best wel kort geleden. Hij is geboren in die vorige plek. En hij is naar Klaasrijk gegaan als kind. En daar zit heel veel pijn en heel veel verdriet. Maar het mooie van in Suriname zo met mensen koken is dat iedereen toch zo blij is en zo trots is om te laten zien wat ze doen en hoe het gaat en wat het is. Dus het voelt ook heel erg... kwam er toch met een heel positief gevoel vandaan, terwijl het echt wel een heftig verhaal was. Wat is hetgeen dat dan zo bijzonder maakt voor jou, denk je? Zijn het de mensen, de verhalen, de combinatie? Ja, het is denk ik het is denk ik alles. Ik vind het heel veerkrachtig, de mensen daar. De Surinaamse geschiedenis is eigenlijk alleen maar ellende op ellende op ellende. Van de slavernij tot de economische shit, tot alles. Nou ja, er gaat gewoon heel veel mis, maar iedereen is toch heel open en heel trots op de cultuur en op het land. Dat vind ik iets heel moois. En wat vertellen die bepaalde eettradities nou voor een cultuur? Nou, in eten zit zoveel verhaal. Ja. In eten zit heel veel persoonlijke verhalen. Dus hoe je zelf, waar mensen zelf van houden en waar ze zelf mee opgegroeid zijn. Maar er is natuurlijk ook heel erg een verhaal over culturen en over ingrediënten die ergens vandaan zijn gekomen. En over hoe dat dan tot iets nieuws is gevormd. Omdat mensen naar een andere plek kwamen waar die ingrediënten die ze eigenlijk gewend waren te gebruiken niet te krijgen zijn. Dus daar ontstaan zoveel dingen in eetcultuur. Eigenlijk vind ik eetcultuur en eten en eetgeschiedenis een heel goede manier om de cultuur van een land te begrijpen en de geschiedenis van een land. Dylan, hoe stond eten bij jullie thuis centraal? Ja, het is wel grappig. Nee, niet zozeer met mijn vader en moeder waren niet geen kookprinsen en prinsessen. Maar ik heb wel, nu ik ouder word, dat ik echt... Komt er met pijn en moeite uit. Ja, maar echt, ik zeg het te vaak ook. Maar dat ik wel merk dat ik met mijn oma dus heel veel gerechten inderdaad... dat ik eigenlijk het enige kleinkind ben dat ze ook wil leren. Ja. Dus ingemaakte kool, yoghurt maken we samen. En dan haal ik ook echt melk bij de boer en zo, zoals zij dat vroeger deed. Dus dan krijg ik ook verhalen over hoe zij vroeger opgroeide. Ergens aan het einde van het boek maken we ook lana sarmassen. Dat zijn gevulde koolbladeren, wat ik heel graag wilde leren. Maar pas na een bezoek aan het graf bij mijn opa dacht ze... je weet nooit wanneer het voorbij is, nu ga ik het je leren. Want even voor de mensen thuis, dit gaat weer over een nieuw boek. Dit zit nog wel hierin. Maar er komt inderdaad ook een nieuw boek waar ik nog meer inga op het leven van mijn oma. Dat wordt mijn nieuwe roman inderdaad, om haar levensverhaal op te schrijven. Staat eten daarin ook centraal? Ja, dat staat wel centraal, ja. Het speelt zich eigenlijk af aan de keukentafel. Dus, ja. Kan je er al iets over vertellen? Nee, dat was het. Nee, nog nee, iets het meer. Idee is een beetje... Nou ja, het is nog beginfase. Ja. Ik heb net geoogst. Maar het is inderdaad al een heel druk jaar. Nee, maar het is wel eigenlijk aan de hand van haar levensverhaal spiegel ik mijn levensverhaal, waarin ik dus wel heel veel vrije keuzes heb. En als vrouw, het gaat echt over vrouw zijn. Zij is bijvoorbeeld al 15 al getrouwd, kinderen. En ik ben 32 en ik mag kinderen nemen als ik dat wil, maar het hoeft niet. En dat is ook een soort van beklemming. Dat is een voorbeeld. En ook haar veerkracht en de veerkracht die ik niet eens heb eigenlijk. En hoe komt dat dan? Dus het is een soort spiegelvertelling waarin ik haar verhaal vertel en af en toe terugkeer naar mezelf en mijn leven als vrouw. Hoe past dit toch in de agenda? Want volgens mij zijn er nu heel veel dingen op de planning. Nou ja, dit is mijn nieuwe grote project voor het komende jaar. Oké, maar eerst Alter. Maar eerst Alter en die gaat ook nog toeren in het najaar, ja. Vet. Ja. Zin in? Heel veel zin in, ja. Ja. Waar kunnen we het zien? Door heel Nederland. Volg mij op Instagram. En als je op Alter googelt, Dylan Jurdekoel, dan vind je de speellijst. En Alter is gebaseerd op Maskerzoo. Ja. 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 En hoe heb je dat vormgegeven? Omdat het toneel is, moet het veel compacter en veel directer. Het is eigenlijk een soort één grote sessie bij de therapeut, waarin ik elke keer terugkeer naar mijn eigen kleine ik. Mensen die in therapie zitten weten wat dat is. En, if you know, you know. En aan de hand van mijn kleine ik het verhaal vertel van mijn leven. Maar ook af en toe in het leven van familieleden. Ik speel ook echt familieleden.
En daar laat ik hun diepste pijn zien. Dus mijn vader die zich altijd verlaten voelt. Mijn moeder die zich gefnuikt voelt in haar dromen. Mijn oma die zich totaal heeft opgeofferd voor de familie. En die, dus die diepste wonden, die probeer ik vorm te geven. Zou je vader naar Altor gaan? Ja. Is hij geweest? Nou, hij was op vakantie toen hij speelde. Maar hij zal zeker naar Altor. Hij komt wel altijd te kijken. Hij vindt het ook allemaal wel mooi. Hij vindt het alleen gewoon lastig dat hij ook aan bod komt soms. Ja. Noni, jij bent ook bezig met een nieuw boek. Ja. Een barbecueboek. Ja. Gericht op de vrouw. Nou, nee. Het is niet gericht op de vrouw. Maar het is wel een beetje een reactie op alle mannelijke barbecueboeken die er bestaan. Waar is de reactie op? Goed idee. Ja, het is natuurlijk een soort stereotype, maar er zijn heel veel barbecueboeken met mannen met leren schorten die dan met allemaal ingewikkelde apparatuur zo op de koffer staan en heel stoer kijken. En die ook tegen je zeggen dat je zo'n hele dure barbecue moet hebben met temperatuurmeters en allemaal ingewikkelde dingen. Als de barbecue aangaat, staan de mannen ook in de rij. Die willen het gewoon hun territorium bouwen. Ja, voor en met gevoel. Allemaal heel veel vlees en heel veel... Nou, ik vind het allemaal heel overdreven eigenlijk. Terwijl de smaak van koken op vuur vind ik heel lekker. Jij noemt het koken op vuur, hè? Geen barbecue. Ja, want barbecue is eigenlijk roken en in zo'n ding wat dicht kan. En dat je het heel langzaam erin laat zetten. Maar eigenlijk is wat ik ga doen, kan overal als je gewoon een soort rekje hebt en een vlam eronder. Dus dan is het meer koken op vuur. Okay. Grillen eigenlijk. Dus het is eigenlijk heel simpel. Je hebt er niks voor nodig. Behalve lekkere ingrediënten. En dan moet je dat een beetje bij elkaar doen en dan wordt het heel lekker. En maken vrouwen dan ook vlees? Ja, vrouwen maken wel vlees, maar vrouwen maken ook andere dingen. En mannen doen het ook. Het is niet een boek alleen voor vrouwen. Okay, maar ja. Het is gewoon... Een reactie op. Ja. En wat mag er niet ontbreken op een barbecue? Volgens jou? Kip? Ja, nee, toch weer vlees. Ja, I get it. Nee, maar ik wil, nee, als ik... iets kook op een barbecue of op een vuur, dan wil ik graag dat het niet te veel werk is. Want ik ben dan waarschijnlijk op een soort leuke plek buiten en dan wil ik niet de hele tijd met dat ding bezig zijn. Dus dan wil ik dat het makkelijk gaat en dan wil ik veel groenten en vlees of vis. Dus niet zo kip en worst en een soort spare rib en weet je, dat vind ik, en met allemaal heftige sausen, dat vind ik, dat hoeft helemaal niet. Als je gewoon een paar dingen op zo'n feestje of op zo'n middag op dat ding kan leggen, dan ben ik heel blij. Wie staat er bij jullie achter de barbecue, Dylan? Niemand. Hou je niet van barbecue? Nee. Waarom niet? Ik vind het zo overrated. Waarom? Ja, het is wel echt iets wat Turkse mensen graag doen. Ja, het komt ook een paar keer voor. Klopt, ik ben als kind vaak op barbecues geweest. Maar nee, ik vind barbecue zo onzinnig. Ik vind het zo... Ik vind het nou, gewoon gedoe. Dat is wel heel passie. Maar nou, ik overtuig even dat het leuk is. Nee, maar ik snap best wel wat je bedoelt. Want ik vind het heel vaak ook heel overdreven. Maar ik vind dus wel dat de smaak van hout, wat van verbrand hout, dat echt heel veel toe kan voegen. En soms ben je dus op een plek waar je dat hebt en waar je niet echt een soort blitse keuken hebt, maar waar je gewoon zo'n vlam hebt en een rekje. Ja, kan je heel lekker op koken. Maar is het niet gewoon bij jou dat je gewoon af wil zetten tegen die hele barbecues van vroeger? Nee. Ik heb nog eens heel veel mensen die om me heen die het helemaal geweldig vinden. Maar ik snap het gewoon niet zo goed. Ik vind vlees ook niet per se heel lekker. Nee. Ik vind, en dan al die sauzen en dan al, we gaan lekker barbecue en dan een beetje salade. Het is gewoon het hele kilo het hele ding omheen. Ja, maar dat vind ik ook stom wat je nu beschrijft. Dat vind ik ook heel stom. Dus ik heb nooit echt een hele lekkere barbecue mee. Oké, wat zijn dan de ingrediënten voor een lekkere en leuke barbecue? Nou, mijn lievelingsgerecht denk ik, dat boek is nog niet af. Maar wat ik nu heb bedacht is een andijvie. En daar in die bladeren stop je dan een soort van mengsel van anchovis en kappertjes en olie en kruiden. En dan maak je een soort mengseltje van en knoflook en zo. En dat smeer je ertussen. Dan bind je hem vast en dan grill je dat. En dan krijg je een beetje zo die verbrande blaadjes aan de buitenkant. En dat zachte aan de binnenkant. En dan zit er heel veel smaak in. Nou, dat is gewoon heel lekker. Kom je dan? Nou, ik bedenk me nu dat ik die smaak inderdaad niet lekker vind van het verbranden. Dat is het. Oh, ja, dat okay. is het. Ja, we zijn eruit. Oké, dat is het gewoon. Okay. Duidelijk. Want Noni... Je hebt het inderdaad, dit is dan een reactie op dat dat ik niet zo barbecue als de meeste boeken die ik ken daarover. En er zijn natuurlijk altijd dingen die wel lekker zijn. Het is niet, ik wil het niet allemaal over één kam scheren, maar het is wel op mijn manier. Ja, en jij bent een vrouwelijke chefkok. Dat is ook best wel bijzonder, toch? Qua er zijn nog steeds, is die wereld misschien wordt gedomineerd door de mannen. Ja. Wat vind je daarvan en hoe gaat het daar nu mee?
ik werk niet meer heel veel in een keuken. Soms nog wel hoor, af en toe. En dat vind ik ook best wel leuk. Maar toen ik fulltime in de keuken werkte, was het wel echt met bijna alleen maar mannen. En dat vond ik ook wel leuk, want het is dan ook wel een beetje ruig en een beetje stoer doen. En het werkt ook wel voor zo'n avond in de keuken, want je moet gewoon heel hard werken. Mm-hmm. Maar dat is iets wat vrouwen ook kunnen natuurlijk. Tuurlijk kunnen vrouwen dat. Er werkten wel een paar vrouwen en dat worden er wel steeds meer. En die kunnen dat heel goed, maar de sfeer is toch wel heel mannelijk. En ik weet niet of dat heel bevorderlijk is voor een veilige of een prettige werkomgeving voor iedereen. Soms is het wel leuk, maar als je er echt helemaal in zit, dan is het ook wel lekker als je gewoon als het iets rustiger aan kan. En als het gewoon niet zo... Lekker buiten. Wie is jouw favoriete chefkoek? Vrouwelijke chefkoek? Jessica Ido. Zij was de eerste chefkoek waar ik eigenlijk voor werkte. Toen werkten we bij Schiller. En Jessie heeft mij eigenlijk het begin geleerd en ook vooral de liefde ervoor geleerd. En het is nog steeds een goede vriendin van me, dat helpt misschien ook. En de liefde die er nog steeds is voor het eten. Ja. Hey, echt barbecue weer is het niet, deze zomer. Nee. Maar wat staat er nog op de planning? Gaan jullie iets leuks doen? Deze zomer? Deze zwoele zomer. Ja, ik ga de stad uit, de regen ontvluchten. Lekker, waar ga je heen? Ik ga naar Kopenhagen. Eventjes. En daarna naar Frankrijk. Dylan, ga jij weg in dit oogstjaar? Ja, maar ik moet het nog boeken. Ik heb dat de afgelopen dagen besloten. Dat ik naar Griekenland ga waarschijnlijk. Lekker. Ja. Lekker warm. Lekker feta eten. Ja. Lekker niks van de barbecue. Ja. En wat staat er verder nog op de planning, Noni, voor jou? Dat is ook goed in Griekenland, barbecuen. In mijn leven. Dit jaar? Waarmee wil je me afsluiten? Ik hoop heel erg dat ik... Ooit een eigen restaurant? Nee. Nee? Nee. Ik wil niet vastzitten op één plek. Ik wil heel veel verschillende dingen doen. Ik wil nieuwe programma's maken. Ik wil schrijven over eten. Ik wil schrijven over culturen. Ik wil schrijven over geschiedenis. En ik wil koken ertussendoor. Nou, genoeg plannen. Ja. Ik ga jullie volgen allebei. Dank jullie wel dat jullie er waren. Ja, en jullie wel. Thuis, bedankt voor het kijken. En tot de volgende.